Yo, kijkers van Banjotown, ik ben Sjoerd van Without a Lemon en vandaag ga ik met jullie Slender spelen en dat lijkt me reuze leuk, dus laten we maar snel beginnen. Jullie vragen je natuurlijk gelijk af, hoe de fuck ben je, waarom ben jij met je lelijke kop in godsnaam Slender aan het spelen op Banjotown? Nou, dat ga ik jullie gelijk uitleggen. Ik ben Sjoerd van Without a Lemon. Jullie kennen mij misschien allemaal van Banjo Movies. Ik was in de video Vrouwen. Was ik zeg maar die gozer die op Gangnam Style in de lift stond te shaken met zijn booty. Nee, ik ben niet homoseksueel, dus alsjeblieft stop met mijn nummer te vragen. Je krijgt het niet. Maar ik speel dus wel Slender voor jullie vandaag. En dat is omdat ik in ook Slender heb gespeeld in een Banjo Movie. Oké, ik heb mijn eerste pagina, dat betekent dat Slender vanaf nu ook actief meedoet. YOLO. Maar ja, ik speel dus Slender in de nieuwste Banjo Movie. De Halloween Banjo Movie. En dat vind ik persoonlijk best wel leuk. Want dan kan ik eens een keer goed meespelen zonder dat iedereen naar mijn lelijke kop hoeft te kijken. Maar ik speel niet alleen Slender in die video. Nee. Het spektakel kan niet op. Ik speel namelijk... Dat was mijn telefoon. Daar schrok ik al van. Dat gaat goed. Ik speel namelijk ook een Poké-trainer. In een leuke cameo erin. Dus zeker kijken naar die video. Pagina 2. For the win. Yeah. Oké. Ik ben niet zo goed in dit spel. Ik ben persoonlijk meer van de PlayStation games. En dit is een game kanaal, dus ik ga over games praten. Ik ben meer van de PlayStation. Meer van de Assassin's Creed. Yeah. En zeg het eens. GTA natuurlijk. Wat speel ik zo nog meer? Tegenwoordig heb ik niet meer zoveel tijd om PlayStation te spelen, dus ja, maar vroeger echt vooral GTA. Oh, natuurlijk heb ik ook Zelda gespeeld vroeger, op de Wii en zo. Kom, waar is die vraag? Ja. Natuurlijk, wie niet? Ja, en op de Nintendo 64. Maar eigenlijk mocht ik toen altijd kijken. Van hoe mijn broer het speelde. Dat was natuurlijk wat minder leuk, maar ja. En daar is pagina 3. Yeah, bitches. Komt-ie dan. Klikken. Oké. Ik ben al bijna op mijn kop. Het begint nu al spannend te worden, vind je ook niet? Ik vind het wel spannend. Ja, dat is iets wat ik doe. Accentjes. Als ik me ongemakkelijk voel of niet. Ik ga dat badhuis passeren, want ik weet dat je daar in jezelf in de nauw drijft. Dat heb ik Joey namelijk al vaak gezien. Dus daar ga ik pas in als ik echt geen enkele andere pagina kan vinden. Oké, even opletten. Geen Slendy, goed zo. Dit is Slenderstaal. Het is maar goed dat die gozer niet kan lopen, want anders zou je denken hij springt in één keer in beeld. Maar dat is ook maar niet zo. Maar ja, ik speelde Slender in de Banjo Movie en ook een Poké Trainer. En ik... Trouwens, wil je naar mijn kanaal kijken? Dat kan. In de beschrijving staat vast wel een link naar www.youtube.com/withoutthelemon. Wat doen wij? Wij maken filmpjes en ook video's. Dus als jij denkt van, nou, ik vind filmpjes wel leuk. Of jij denkt meer van, nou, ik vind video's wel leuk. Zou ik zeker even een kijkje nemen op mijn kanaal. Ik heb zo irritant kriebel in mijn keel, ken je dat? Oké, huis close. Oh my god! Huis, irritant. Waar is hij dan? Kom dan, jongen, kom dan. Pak je, jongen. Maar hij heet de Slender omdat hij dun is. Het is Engels, dom. He's a slender. He has got a slender figure. Oh my god. Oh my god. Oh, daar was hij, zeg je? Kom dan. Pak je, bitch. Fuck you. Get away from me. You filthy swine. God voor de kutzooi. Je moet blijkbaar niet naar hem kijken, want anders kan hij niet weggaan. Heb ik horen zeggen. Nog wel eens iets wat ik niet zelf heb bedacht. Kom op. Ik wil nog één extra pagina. Mijn record is 4. Want het leven is 4. En alles in het leven is 4. YOLO is 4.
spannende muziek, hè? Die maakt het spannend. Oh, what the fuck? Fuu, where is he? Hey, move, bitch. Get out the slender. Get out the slender. Waarom maakt hij geen pagina? Oh my god, jongens. Misschien zullen jullie zien pagina en slendy. Slenderman, Slenderman. Yay, pagina. That's whatever Slenderman can. Yay, pagina 3. Maar zo wel. What the fuck? Volgens mij ben ik in het nauw gedreven, jongens. Waar kom ik op? Waar is hij dan? When I see you. Oh my god, I see. Wel kinderen, ik ben dood. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het allemaal leuk vonden. Zo niet, heb je dikke pech gehad. En ja, ik vond het wel leuk om een keer te doen. En check even allemaal natuurlijk de Brainmovers. Check even mijn kanaal, Without the Lemon. Wij maken video's en ook filmpjes, dus hartstikke leuk om te kijken. En dan zeg ik nog maar één ding, dus doe wat je laat kan en laat het zien doen. Ciao! Yo, what up gasten, en bedankt voor het kijken naar deze speciale trio video op Banjo Town. Dit is voor het eerst dat ik een eindvlog doe op Banjo Town. En dat is eigenlijk deze speciale reden, want ik wil heel graag Sjoerd een shout-out geven. Hij staat helemaal onderaan. Abonneer op Sjoerd, hij is van Wouter Lemmen. Hij maakt ook super vette video's. En het is Halloween trouwens, dat is wel even handig om te vermelden. Dat daarom in één keer heel veel Slender video's op Banjo Town movies komen. Helemaal bovenaan zie je Slender in het echte leven. Kijk die video gewoon nog een keer, want hij was heel vet. Ik ben er zelf heel tevreden mee. De tweede video link je door naar een facecam van mij dat ik aan het spelen ben. Ook heel vet. Lekker schrikken en doen. Lekker raar doen. Geef wel een goed duimpje. Voor de mensen die nog niet eerder bij Banjo Town zijn gekomen. Hierboven kan je abonneren op Banjo Town. En dan krijg je heel veel lachende dingen van mij en heel veel anderen. Een hele crew hebben we hiervoor. Dus zeker doen. Abonneer op Banjo Town. Hierboven klik erop. Maar abonneer ook op Sjoerd. Helemaal onderaan staat hij. Sjoerd van Wouter Lemmens. En ja, stuur vooral Slender in het echte leven door. Ik ben heel te veel trots op. Ik hoop dat jullie het ook tof vonden. Bedankt voor het kijken. Gast, ik check jullie later. Of helemaal niet. Er zat een dwerg.